2021 was een opmerkelijk jaar. Niet alleen hebben we een stevig economisch herstel gezien, ook de aandelenmarkten hebben er een topjaar op zitten. Vooral de Amerikaanse en Britse aandelen legden een indrukwekkend parcours af. Maar ook Europese aandelen deden het goed met 20% stijging. De opkomende markten bleven wat achter, vooral door de groeivertraging in China. De stijging van de lange termijnrente deed de Duitse Bund dan weer in waarde dalen. Inflatie, dat was het grote thema van de afgelopen maanden. De centrale bankiers krijgen er duidelijk wat hoogtevrees van en beginnen te verstrakken. De Federal Reserve hint op 3 renteverhogingen in 2022 en ook in het jaar nadien. De ECB gaat dan weer haar noodaankopen van obligaties afbouwen. Allemaal tekenen dat de lange termijnrentes wat gaan stijgen, hoewel dit gradueel zal verlopen. Het tweede grote thema van de jongste weken is de razendsnelle verspreiding van Omicron. Dit zal wat wegen op de economische groei op korte termijn, maar ons groeiscenario voor volgend jaar blijft intact. Vergelijk het met de Delta-variant van dit jaar. Die heeft het herstelpad niet al te veel gehinderd. De winstverwachtingen voor de bedrijven zijn dus hoog in 2022. Dankzij de toenemende vaccinaties zullen we beter en beter gewapend zijn tegen COVID, waardoor de economie verder herstelt. Bedrijven staan voor een jaar waarin hun problemen met de aanvoerketen gaan verbeteren, waardoor ze weer voorraden kunnen opbouwen en de enorme vraag naar producten kunnen bijbenen. Tegelijkertijd gaan de lange termijnrentes stijgen. Zoveel is zeker. En dat betekent dat obligaties dan in waarde gaan dalen. En die combinatie van factoren maakt dat we opnieuw wat aandelen bijkopen. Hoewel ze in absolute termen hoog gewaardeerd lijken, zijn ze in elk geval aantrekkelijker dan obligaties. Zie hier onze Belfius Convictions portefeuille. In de rode staven ziet u de verandering ten opzichte van de vorige maand. We gebruiken dus een stukje van de cash om de aandelenpositie op te bouwen. In deze grafiek ziet u hoe we de aandelen regionaal spreiden. We bouwen verder op in de opkomende landen. In China neemt de centrale bank immers maatregelen om de groei te ondersteunen. Onze selectie van de sectoren nu. In de convictions portefeuille voegen we industriële waarden toe die aantrekkelijk gewaardeerd zijn. We blijven positief voor banken, maar nemen wel wat winst, omdat ze dit jaar goed presteerden. IT blijft een lange termijn convictie. In het obligatiegedeelte van de portefeuille vinden we het belangrijk om te kiezen voor de kortere termijn obligaties. We blijven positief over schuld uit de opkomende landen. Zo, dat was het. Heel graag tot volgend jaar.